Houtzagerij Pluim gaat het centrum van Otterlo verlaten en krijgt een nieuwe locatie aan de Apeldoornseweg. Daarvoor zijn afgelopen week de nodige handtekeningen gezet. Op de plaats van het familiebedrijf worden woningen gebouwd. Een wens die al lange tijd leeft in het Otterloze, maar die eindelijk uitkomt. Ja, dat mag je ook wel zeggen. 24 jaar zijn we nu met elkaar bezig om Pluim, de houtzagerij uit Otterlo, verplaatst te krijgen. Nou, ik zal iedereen besparen hoe dat allemaal zo lang heeft kunnen duren. En ik ben dus gewoon echt gewoon heel blij dat we nog vlak voor zeg maar, de raadswisseling, dat we erin geslaagd zijn om het nu toch voor elkaar te krijgen. Dat de familie ook akkoord is met datgene wat we met elkaar hebben afgesproken. Na bijna 50 jaar verdwijnt het typische Otterloze bedrijf van zijn huidige locatie. En dat is eigenlijk maar goed ook, zo stelt de wethouder. Nou, ze zitten daar aan de Zandingsweg in Otterlo. En dat betekent dat ja, als je het bekijkt, we zijn er een paar keer geweest. Nou, het zit gewoon, bij wijze van spreken, midden tussen de bewoning. En ja, eigenlijk volslagen achterhaald. Ik bedoel, toen ze in 67, dat hoorden we vandaag vanmiddag ook, in 67 zijn begonnen. Toen waren ze waarschijnlijk aan de rand van het dorp. Nou, daar is nog wel een plekje over voor een houtzagerij. Maar inmiddels zo ingebouwd met woningen. Dat het materiaal wat ze aanvoeren bijvoorbeeld wordt al moeizaam om dat daar een goede plek te krijgen vanwege al die woningen die er bovenop staan. Nou, dan heb je dus nu een moment dat ze zeggen, hey, aan de andere rand van Otterlo, maar veel meer open vrij veld. Otterlo is aan de Apeldoornse weg inmiddels, hè, daar gaan ze naartoe. Nou, dat betekent dat je op deze plek, die al bijna helemaal bewoond is, nog een aantal woningen kunt toevoegen. Zodat Otterlo toch ook in de woningbouw weer een klein beetje ruimte krijgt. In totaal worden er 29 nieuwe woningen op de plaats van de houtzagerij gebouwd. De wens voor deze woningen is groot, maar ondanks dat is het niet zeker dat ze allemaal in één keer worden gebouwd. Nou, dat hoop ik voor de ontwikkelaar natuurlijk van gans harte. Maar we merken ook op dit moment in de woningmarkt dat daar toch hier en daar nog wel wat haperingen zijn. En ja, banken spelen daar natuurlijk weer een rol bij. En mensen moeten zelf ook bereid zijn om nog de prijs te betalen die ervoor gevraagd wordt. Eerst moeten alle bestemmingsplannen verder worden ingevuld. En dan kan er eind dit jaar gestart worden met de werkzaamheden. Ja, de bouwtijd is meestal een half jaar tot drie kwart jaar. En als ze het gefaseerd doen, ja, dan ben je toch een 2-3 jaar verder. En dan zal het wel gerealiseerd zijn, denk ik. Dus in 2017 hebben we dus een nieuwe Otterlo eigenlijk. Dat mag je wel zeggen, denk ik. Ja. 2017 is een mooi jaar, vind ik ook, voor Otterlo. Om dan te zeggen, hey, nou maken we opnieuw de balans op. En dan ziet het er netjes uit.